helaas, Vaki. Ek is nou al zat van al die boerskieterij. Dit raak eentonig. Het is makkelijker als om al dag hierdie sak zand rond te sleep. Dis wat jij denkt? Doodmakkelijk. Wat is nou daarom om heel dag pilkies rond te skiet? Ik zou jou dit wil zien doen. Top. Kom ons ruil om. Geef mij die pijl en boeg, dan vat jij hier die zak voor zo'n rukkie. Recht. Dan zal ons gauw zien wie ze werk die makkelijkste is. En hier is mijn verkijker ook. Nou, je kent die plan. Je moet albei met diezelfde pijl treffen. En dan is hulle mekaar se deel met die eerste ontmoeting. Ja, ik weet. En als ik net één raak schiet, dan moet ik een kans afwachten tot het hulle bij mekaar is, in mekaar se oog kijk en die ongekweste een met mijn tweede pijl raak schiet. Ik weet goed. Nou, laat ik zien. Waar kan ik? Wie kan ik? Wie jij? Ik weet precies waar om te beginnen. Maar hulle jakker zo vinnig rond dat het moeilijk is om hulle, bij te komen. Daar zijn. Cupido, Cupido, kijk wie hier. Wat is het nou? Mijn eerste slachtoffer. Koddige dier. Nee man, niet daar niet. Daar. Wat er in? Die in aan die rechterkant. Niet veel te kies nee. Ik verkies die donkie. Wie denk jij gaan op hom verlief raak? Laat het maar aan mij worden. Onthoud dus nou mijn zaak. Daar ze draait daarvoor. Hou hem op die spoor. Net nou gaan die engine kappeloer. Zijn plan paaien, net wel draaien. Kunnen rij ons ratatatatatatat. Westfontein, is maar paaien klein. Maar is nog pas beter als die trein. Super goed gevaar, maar ze is bijna daar. Westfonteinse bus is af en klaar. Kijk hier van die baan, oor al waar ons gaan. Westfonteinse bus zal nooit gaan staan. Oor die knalen, oor die vallen, stampen voorwaarts, ratatatatata. Bus van Westfontein, is maar baie klein. Maar is nog dan beter als die trein. Hoekom zal ons zeg, ziektes moet nou vlug. Stamp is goed voor rheumatiek en jeug. Vinnig op en neer, skit die bus alweer. Oppas voor jou kop, want stamp is zeer. Hina! Voeps op, voeps af, maar die bus draf. Oor die zinplan, ratatatatatata. Bus van Bosfontein is maar baie klein, maar is nogthans beter als die trein. Bosfontein, Bosfontein! Hou maar mensen, opschut, opschut! Ons moet die langskop te kort te snijden. Dat maakt mensen te moe en stofferig. Kom aan, Bent, het wordt laat. Te roer jullie kerels. Ik ga dit bij je genieten. Het is lekker om te denken ons kan hulle zien en hulle zal ons niet kan zien of hoor niet. Nogal meer slechte zaaltje niet. Ik hoop je besprekings is goed. Verleden keer als hier een volzaal gaat. Thank you.
daarom lekker om te weten dat vanavond die laatste van die toer is. Morgen is ons terug in Johannesburg. Ai, ek is blij. Tou is nie weer in en uit te pak nie. Wat is het hierdie keer? Een minnelied. Is het? Klink meer van my na treurigheid op note. Hoe jou gek skeer daar even jouself. Want hou jy wat betaal om jy gehoor te vermaak, nie vir my nie. Ach, hoe van, ek maak maar een grapje. Sammy, kom hier saam. Nee, ek met een meisie oor sing. Wie nie ook blij om haar te hoor nie? Wat een meisie? Ja, wat een toets aangevraagd. Ek het beloof om naar te luisteren, soms weer hier aandoen. Nee, dankie, luister jy maar. Beslot van rekening is jy die baas en jy neem die besluiten. Ek is siek en sat vir hierdie voelkies van die velde. Hoe weet jy? Misschien het sy prachtige stem. Al miskien. Dit sê jy elke keer. Maar onthou jy die kwee voor van Pietersburg? Kwee! Kwee! Sy het my amper doodgemaak. En die Koran van Mafeking. Nee, dankie. Ek is dik vir hulle. Maar hoe weet jy, dit is nie daar die een wat ons vanochtend gesien het toe ons uit die bus geklim het nie? Is jy laf? Hulle lyk nooit so nie. As ek jy was, sou ek om ekstra vra om al die kamstige sterre te begelei. Kry jou in die café. Das sê. Wie? Jy wil my toch nie vertel dat jy die ding wat ek in die bus gesien het aan haar wil afsmeer nie? Verskoon my. Goeiemiddag. Goeiemiddag, juffrou. Is u die jong dame wat gekom het vir die toets? Ja, ek hoop ek is nie laat nie. Nee, glad nie, ons is gereed vir u. Juffrou Cronje, juffrou Botha. Aangenaam kennis. Die enige nommer saamgebring, juffrou. Dankie. Enige foto's? Ek het die twee gebring. Hey, oom, is ek die ene? Met plezier. Laat ons bykie hoor, hoe gaan daar die ene soepie gaan? Ek hoop, ek ken dit. Juffrou, ek wil hy jou mee voorstel dat jy voor een vol saal sing. Dat hierdie die wonderlikste oomblik van jou leven is. Stel jou voor dat ek nie hier is nie. Dat die klavier een symfonieorkest is. Dat hulle nou net gaan inval met die eerste note. En juffrou, jy gaan sing soos nog nooit tevore nie. Dochter, wonderlijk is die liefde, dochter, wonderlijk voel ik vandaag. Elke oomlijk is nou wat eerlijk, want ik weet die vind mij jou wel heerlijk. Blijdschap kan ons twee samen maar wacht. Ik het nooit kon droom, dat ik werkelijk en mijn lieve zo'n liefde ooit zo vind. Oh, die onverbaarlijke bidde, zo tevreden is ik nog. Yes, zo veel die beste. Thank you.
Ek het jou gesê, jy moet hulle al twee met dieselfde pijl raak skiet. Ach, wat? Ek het nog baie. Kom. Ben, jy moet opgaan. Ek's nou daar. Wie is hy? De trakel nie, waard jou hoed. Kom aan, man. Jou brein of nooi, jou donkerkop, jou pannakoek, jou lollipop, jou toetsie toet, jou sonnestraal, jou kom ek nog haal. Jou suikerriet, jou wit beskuit, jou meeborstroop, jou moskonfiet, jou jenangnes, jou vleesbestee, jou wil ek nog kree. Hasie, hoekom is jou ster so kort? Hasie, hoekom is jou ster so kort? Hasie, hoekom is jou ster so kort? Wat het van jou stertie geword? Jou appeltert, jou mieliebly, jou torreldeef, jou koringaard, jou sak vol goud, jou diamant, hoe ek is aan die brand. Jou dadelpit, jou suikerbos, jou soetpatat, jou kerrykos, jou lekker ding, jou violet ray, jou wil ek nog vree. Hasie, hoekom is jou stert so kort, hè? Hasie, hoekom is jou stert so kort, hè? Hasie, hoekom is jou stert so kort? Wat het van jou stertje geword? Jou brein nog nooit, jou donkerkop, jou pannakoek, jou lollipop, jou toetsie toet, jou sonnestraal, jou kom ek nog haal, jou suikerriet, jou wit beskuit, jou meeborstroop, jou moskonfiet, jou jenangnes, jou vleesbestee, wat jou wil ek nog kree. Hasie, hoekom is jou stert so kort, hè? Hasie, hoekom is jou stert so kort, hè? Hasie, hoekom is jou stert so kort? Wat het van jou stertje geword, hè? Wat het van jou stertje geword? Sê my toe, hè? Wat het van jou stertje geword? Huh? Wie was hy? Gaan weg, man! Wie is hy nou even gesing het? Die nou van wie je vandaag net zo weet nie. Bedoel jy, waar is hy? Huis toe. Waar woont hy? Dat is my bezig en ek denk is heeltemaal genoeg dat ek weet. Ek is mis die baas en ek neem as die besluit in, hè, onthou jy? Maar, hier is daarom een foto van haar om jou bezig te hou. Waar jy nou aangevang? Jy die kerel laat verlief raak en hulle gaan Johannesburg toe net na die vertoning. Goed, goed, goed. Hierdie boerskieterij is nou my zaak. En ek is vol plannen. Wel, Fanny, en hoe gaan het met jou? Gaaf, met jou? Eerste klas, dank je. Hoe was die toer geslaagd? Ja, dat is baie goed gegaan. Wat hier daar? Nog een nummer? Nog een van diezelfde als verleden keer. Nou, kom binnen. Nou, kom eens kijken, Biggie. Dis nie so sleg nie, of is het? Eerlijk, Fanny. Jou nommers is nie wat hulle was nie. Skynbaar jy tydelik die slag verloor. Maar my onderneming staan nog. Die eerste een wat jy bring en waarin ek belofte sien, sluit soveel as moontlik stoot. Dankie, ek sal dit daarom onthou. Maar moet jy nou loop? Ja, ek het nog heel partij saakjes om af te handel. Wel, baie dankie vir die besoek en alle voorspoed.
Het zal welkom wees. Tot ziens. Tot ziens, Fanny. Ja? Nee. Precies toch. Ach, maar moet niet zo bedrukt lijkt niet. Wie weet, een van die dagen steek je zomaar die hele veld aan die brand met een nieuwe lied. Ja, misschien. Wie weet. Tot ziens. Tot ziens. Zeg groet aan die hele span. Ik zie je zei. Die dag is je baas een van mijn nommers aanneem, dan schiet ik je voor de eten. Dus de zesje zal samen gaan. Recht, dankie. Ik hoop dus zomaar een van die dagen. Tot ziens. Naam, je nog een boodschap of telefoon oproepen? Ben, kan je niet horen niet? Ik vraag haar boodschap of oproepen was. Hoi, wat een keer je en wat zoek je daar op je vloer? Ik me keer niks. Ik is geslaan door groot liefde. Hoe kan je verliefd raken op een meisje waar je niet eens kent? Dit is makkelijk. Probeer het gerust. Snert, vergeet die nu en begin werken aan je nieuwe nommers. Ons begin repeteer voor die nieuwe tour zodra we lekker zaal kan huren. Heb je al vanavond geëet? Hoe kan mens eet als je verliefd is? Ik voel koude water is genoeg zolang als ik mag leven. Heb je niet mosterd niet? Heb je toen een van jouw composities verkoop? Nee. Oh, Fanny, moet niet moed verwinnen. Somtijds duurt het eeuwen voor een meester herkend wordt. Je weet, vrouwmensen hebben diezelfde kwaal. Hulle herkent zelden een goede man als om te komen. Ik is het typische voorbeeld. Ja, nee. Ik is het typische voorbeeld. Ik heb al zo dikwijls verliefd geraakt, maar elke keer als ik die groot vraag slinge naar zeilen. Ach, Evna Eeser, jy is te haastig. Ons om meer tijd om daarover na te denken. Nou ja, nou is daar de scène waar die zaak weer weeg en ik het nog geen stuk gevorderd nie. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Je weet, ik het al zo dikwijls gesweerd, ik is klaar met veel mensen. Maar, elke keer als ik een mooie nooit raak op, dan sla mijn hart op gelop en mijn appetit verdwijnt. Ja, dat kan ik zien. Ach man, ze is lieflijk. Hoe graag zou ik niet liefdeswoordjes naar oren flisteren? Rita, kom samen vanavond naar die kasba. Nee, niet die melkbar, die kasba. Je is mijn pannenkoekie. Jouw lippen is zoals petals. Bicycle petals. Dank je. Ik wens je wel een toegeeflijk wezen mij te laten om een beetje te slapen. Als je moet met die meisje praten, doe het in je droom. Waar is je? Hier is ik dan bij jou. Liefste kies voor mij. Wat wil ik weten? Ik droom van jou. Zo wil ik dit hè. Maar dromen vlug zo vol. Jij hebt op die verkeerde zij gelegd. Waar is jij? Is jij dan blind? Jaren gaan snel voorbij. Nee, nou heb ik jou eerst gevonden. Ik ken jou goed. Dus de hoop, hè? Een droom met ons ontmoet. Dus een dikke zo slopen. Ergens waar ik jou lachie. Ergens weer klink jou lief. La, 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 la. Niemand het oorsoos jij niet. Ach nee, mijn schat, dit is veel. Dit is mijn groot verdriet. Zolang ik jou net niet verveel. Waar is jij? Dat is nou die driede maal. Liefstekie, kom naar mij. Wil jij mij niet zelf komen halen? Ik wou.
op jou. Ik zal graag bij jou wel blij. Aan jou blij ik getrouw. Daarvoor zal ons later bekleiden. Aan jou blij ik getrouw. Je zal. Waar je dank je, Hendrik? Mijn lieve genie, ik zou het geweldig waarderen indien je mij niet voordag zal steren met zo'n onaardse tongen. En wat een goer wijsje. Ach, blijf stil, man. Ik heb nu net een melodie ontdekt waar de muziekwereld gaan wakker skok. Geen wonder niet, dat het mij uit mijn droom heeft geskokt. En wat een droom. Ach, wat gooi eigen moors weg en gemaakt van ons koffie. Het staan klaar op je stuur, ik drink al heel nacht koffie. Wat? Wat? Heb je nou al het nieuwe nummer? Ja, ik wil hier me komen luisteren daarna. Hendrik zal het voor ons deurspelen. En hoe vindt hij dus iets werd? Hendrik had het gehoord, maar hij zal niet zijn tijd mors mee. Goed, goed, ik zal mij wagen op Hendrik's oordeel. Hoe laat? Hendrik is bezig om platen te snijden. Ons kan daar ontmoeten. Hoe zal 10 uur wees? Ja, stiptelijk. Dank u. Ik veronderstel, dat is nog een meesterwerk. Dus meer is dit, is een wonderwerk. Wel, als het niet is, niet. Nou, kom eens proberen. Alsjeblieft, ik is haastig, Hendrik. Kom, kerels, kom eens proberen hier je nieuwe nummer van Fanny. Morgen, kerels. Goedemorgen, allemaal. Maar hierdie lied klinkt werkelijk goed. Wat denk jij, Hendrik? Eerste klas. Dus een nummer wat zal aanklank vindt. Ik zie je zeggen wat ik zal doen. Ik zal dit vanavond in mijn programma insluiten om die reactie van het publiek te toetsen. Ja, Hendrik, doe het gerust. Intussen reel ik voor publicatie. Of denk jij ik me nog zo rukkie wacht? Nee, je kan niet eindelijk iets daarop verloren. Dat is al wat ik wil weten. Fanny, wanneer kan ik een afschrift krijgen? Zo gauw ik mondelijk kan. Nog gauwer is dit. Kom ons twee gaan bespreken die zaak. Dank je, Hendrik. En tot ziens allemaal. Tot ziens, Hendrik. Tot ziens. Zie je nou, Fanny? Als je mij nog een paar van haar nummers kan leveren, dan kan ons werkelijk waar iets doen. Ja, maar... Genuchtig, man. Ons kan een zuiver Afrikaanse muziekspel op je planken brengen. Stel je dit voor. Een zuiver Afrikaanse muziekspel. Als je 1 nummer kan schrijven succesvol is, kan je toch meer schrijven. Wel, ik is niet zo zeker daarvan, nee. Maar hoe komt dat niet? Wel, kan ik helemaal eerlijk wees daarover? Natuurlijk, maar wat bedoel je? Net dat. Ik heb niet een nummer geschreven, nee. Ik heb het gesteeld. Wat? Ik heb het gesteel. Je hebt het gesteel en wat van die kopierechten? Meneer Douwer bekommer niet. Ben had het geschreven. Ben? Ik heb niet geweerd Ben componeer niet. Hij weet het ook niet. Ik heb het in zijn slaap gedaan. Nou, wacht een beetje. Ik heb nog genoeg gehad voor één dag. Hou nou op met die verduchsen en kom ter zake. Ik verdug niks, nee, ik vertel je die waarheid.
Hij heeft het in zijn slaap gezongen en ik heb het neergeschreven. Ik geloof het nog niet. Dat is die waarheid. Wil jij mij daar staan en vertellen dat een man kan een splinternieuwe lied in zijn slaap componeren? Ik weet niet of het gedoen kan worden, maar Ben heeft het gedoen. En toen hij wakker wordt, heb ik het voor hem oorgespeeld. En het laat niet herkennen. Om die waarheid te zeggen, het laat niet eens ervan gehouden. Wel, sla mij dood. Is er enige mogelijkheid om misschien nog meer in die handen te krijgen? Ik reken zo, zei Anno Droom over Rita. Versta je dat niet? Dan kan ze die muziekspel nog opvoeren. En ons noemt het altijd in mijn dromen. Macht, dit zal uitstekend wezen. Maar dan moet ons om dat van vertellen. Dus kan hem soms zo niet duister laten. Nee? Hoe komt niet? Want het is niet recht, niet. Of is het? Moet nog niet kinderachtig wezen, die man. Die oomlijk die om dat van vertellen, kan hij dat die gewoonte verloor. Ik zei altijd, moet niet slapende honden wakker maken. Nee. En in ieder geval, moet niet slapende componisten wakker maken. Nee. Zolang hij niks daarvan weet, niet, zal niks om hinder niet. Nou goed, maar op één voorwaarde. Wat is dit? Ons hebben zij deel van die geld één kant en dan keer het dan om als alles voorbij is. Net als je wil, maar moet in die tussentijd een vadersnaam voor hem niks daarvan vertellen. Nee. Anders is alles voorbij voor je weet waar je is. Al wat jij nou moet doen is om hem te laten droom. Wie je bent, ik is bekommerd, William. Jij krijgt glad in mijn slaap. Ach, maar je is verspot, ik slaap zoals een klip. Dus wat jij zei. Je hebt mij verleden nog binnen de hele tijd wakker gehouden met je gekreun en rondrollerij. Is het? Ja, wat jij nodig hebt, is een rustige slaapje. Fanny, man, jij was nog nooit zo bedachtzaam niet. Wat het nou weer over jouw lever geloopt? Ik is bekommerd over jou. Is het? Ja. Ons moet denken aan die opvoering. Jij is ons hoofdspeler en ons kan niet bekostigen dat jij vermoeid lijkt niet. En jij wil natuurlijk op jouw beste lijken voor Rita. Nou, daar is een nooit voor jou. Enige iemand zal graag op zijn beste wel lijken voor haar. Kijk net naar haar. Wie jij daarom goede smaak. Je moet haar nooit door je vingers laten glippen. Eet nou een beetje hiervan, dat is goed voor jou. Ach nee, wat ou Fanny, niet Bulton. En je weet, Kreef en ek is ook niet maas. Kreef en Bulton laat mij droog. Dus recht, ik bedoel, nee, dit is sommer verbeelding. Waar je nou ooit gehoord dat Kreef en Bulton een mens laat droog? Kan ik niet liever ze die Bulton eten? Nou goed, hier aan die Bulton en drink jouw melk. Liefste koffie. Het is net waar je fout maakt. Koffie is je laat wakker liggen. Melk is die rechte dan. Je weet toch goed, ik zie je nooit verkeerde raad geven. Als een mens naar Rita kijkt, kan een mens zomaar dadelijk zien dat zij altijd genoeg goede slaap krijgt. Zulke lieflijke helder oor. En nogal begaafd daarbij en bekoorlijk. Dezelfde dat een mens zo'n mooie meisje krijgt met zoveel talent. Wee, ik wonder of ik niet voor mij ook zo'n meisje moet gaan zoeken met haar trouw niet. Zo'n nooi kan een mens die hoogste geluk geven. Hé, hey, wie is nou verliefd op haar? Jij of ik? Jij natuurlijk, je is helemaal recht. Ik moet ook niet zo tekeren gaan over haar niet. Maar je weet het wordt laat ons met slaap. Drink net jouw melk. Nacht ben ook kerel en zoete dromen, hè? Ook zo, Fanny. Wat is nou hier aan die gang? Het lijkt voor mij hier die kerel wel meezaken, Oriel. Ik denk, we moeten hem een les leren. Kom en straf hem voor zo, Rocky. Wat denk jij? Geen dromen, niet? Geen dromen, niet. Hallo, Fanny. Ik heb jou daar laatst gezien. Hallo. Wereld, maar jij klinkt niet voor mij juist naar een succesvolle componist, nie. Moet niet meer een succesvolle componist noemen, nie. Ik het niet... Het niet wat, nie? Nee, niks, nie. Wat is het wat ik hoor dat jij in die baas een muziekspel gaan opvoeren? Ja, dat is naast hem weer, hè. Een muziekspel in Afrikaans, maar dat is wonderlijk. Ja, ik weet, maar... Mensen kunnen niet een muziekspel hebben zonder muziek, nie. En op die ogenblik wil het net niet komen, nie. Hoe kom dan niet? Het die snaakse voorkeer met die groot zwart oor dan opgehou met zing? Ja, dat is recht. Je slaat net mooi die spijker op die kop. Ik is blij je ingekomen en kom bezoek me weer zodra je terugkeert. Ja, ik zal hem. Baie dank je voor die hulp. Dat is een plezier. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Morgen, Fanny. Kom binnen. Wie, Fanny, jij ook niet wordt. Ik heb jou al reeds 10 dagen kans gegeven en je toch niks tevoorschijn gebracht. Als onze muziekspel op die planken wil brengen, zal ons moet opschud, man. Ik heb het al relings getref, en ons kan niet nou kop uittrekken.
Ja, dat loopt. Je kan daar iets mis met je potlood op papier. Ik zal je een van jullie bestellen. Al wat je moet doen is om het aan te schakelen. Juffrouw Nardé? Ja, meneer Marais? Bestel alsjeblieft nog een klankdraadmachine, net zoals mijne, en laat het afleveren aan meneer Fanny Lotse woonstel. En zet eens voor mij rekening. Je kunt de microfoon ivers wegsteken en van Ben vertel je gebrekende verband met je composities. Dit zal het misschien een beetje makkelijker maken, als hij droomt. Nou goed dan, hij droomt niet van een meisje, dan droomt hij toch van iets anders. Per slot van rekening een muziekspel kan hij uitsluitelijk uit minneliederen bestaan. Niet. Bijvoorbeeld wat? Bijvoorbeeld, ik wil een commandolied hè. Dat is een idee. Krijg van mij een commandolied. Maar hoe? Zet hem op een paard, man. Dat boort toch voor hem aanleiding te geven. Wees voor hem paren. Heb jij dan nog nooit een paard gezien, man? Nee, man. Wat is al jullie paardrijderij? Ik wil moest die paard rijden. Hoe kom je niet alleen? Blijf stil, man. Is goed veel. Geef me jouw linkervoet. Nou, waar ga je nou in? Ja, ik weet niet, vraag die paard. Kom af, man. Kom hier. Geef me jouw andere linkervoet. Nou, toe is je nou op. Ja. Kom. Daar is het orang wat mij plaat. Hey, je maar gezegd, dat zal niet werken niet. Kunnen we heel middag laat paardrijden zonder enige uitwerking op zijn gemoed. Toen zing hij een skeunserige ding van een pijn waar een baar ruiter het kan verwachten. Dit moet toch werken. Misschien zal het als die pijn zo een beetje minder wordt. Je moet maar een beetje geduld beoefenen. Ik is zeker van het zal werken. Onthou, ons moet daar die lied krijgen. Maar... Ik wil niet van Maars of Asse weet niet. Onthou, ik wil daar die lied hè. Tot ziens. Maar... Die stopt in die luchtse blauw, vrolijk die klank van stabiel. Lang was die voet geen damp, die stopt in die luchtse blauw, vrolijk die klank van stabiel. Lang was die voet niet zo stal gehoog, heel die vrije deels. Langs aan elkaar regels voor die rand, vrolijk waar ons ook mag aan. Sterk die geloof en de voorhand, schoen en schoen en zand. Kijk hoe brok daar die druppelaar, zwoer en ons weer kennen wij niet. Geef om die stam, laat ons vrij balen.
stal gehoop. Heerl die vrije deus. Dans aan elkaar in ons oor die rand. Vrolijk waar ons ook mag gaan. Sterk die geloof en de hoorwand. Skouwer en zoer Fanny, Fanny. Fanny, word wakker. Hier is een perd in die kamer. Nou, wat is juist weer een perd in die kamer voor hem brengt? Denk je, dus een stal? Ja, ik heb niet die perd in die kamer gebracht. Toen ik wakker word, is die ding hier. Hey, voetje, kom op, voetje. Ik slaap al van 10 uur af en jij is de enigste wat hem kon inbrengen. Nou, waarvoor denk je, zal ik perd hier inslip? Je is zeker mal. Je weet hoe hard ik perd. Doe maar, ik heb geen kwaad bedoel, niet. Je hebt zeker van perd gedroomd en die in je slaap gaan al. Ik droom nooit van perd, niet. Nou, vat die ding hier uit. Moet niet weggaan. Ik zoek een paard. Wel, moet je naar mij kijken. Maar, als jullie mordgefitte gelijkenis van een paard die ding is wat je zoekt, kan je hem krijgen met die grootste plezier. Moet niet zo fijngevoelig wees niet. Dat is mijn paard, Irie. En 50 jaar geleden zou over jou opgehangen als een paardendief. 50 jaar geleden zouden dit niet een paard genoemd hebben. Weet niet ik het om niet gesteeld niet. Nou, maar wat zoek je dan in jouw kamer? Heet het drankje kom maken. Moet niet gek wees niet. Hier die paard is al jarenlang op die melkkar. Is het? En nu, dames en heren. Voor ik begin, is daar één ding wat jullie baie goed moet verstaan. Ik is lid van parlement. Ik werk voor onze landse ed. Ik werk in slavernij voor mijn partij. Voel mij vrij. Ik zoek jouw stem en hart daarbij. Mami, mei mami, son straf van mei lieve, ek blei altijd dankbaar aan jou, mei moeder. Mami, mijn lieve mami, waarom moest je weggaan? Moedeloos en hartziel, treurig voor jou. Ik zie net in mijn dromen, glimlacht hier en liefde, maar die dag breekt ring mee net je moed en smaak. Mami, mijn lieve mami, Anne, tranen vlek mij vangen, sterk blij mij verlangen. Mami, mijn lieve mami.
beet, versie, beet. Veraas moet je nooit steeds. En jij het gezegd, jij kan hem niet laat droom niet. Dat is wonderlijk, man. Met al hier die muziek is ik bereid om een openbare aankondiging te maken. Dank je, Fanny. Krijg van Hendrik, Susanne en Johanne en krijg al je spelers bij elkaar en zeg voor hulle, ik wil hulle binnen 3 dagen zien en dat ik iets bije belangrijks heb om aan hulle te vertellen. Goed. En als gevolg van hier die uitstekende nummers van Fanny, heb ik besloten om een Afrikaanse muziekspel op te voeren. Lieflijk! Fanny, zijn tour is onbepaald uitgesteld. Maar die spelers kan mij morgenochtend op mijn kantoor komen spreken en zaken hun contracten. Repetities beginnen morgenmiddag om 2 uur stiptelijk en daarna elke morgen om 9 uur. Hendrik, kan ik binnen een week een volledig gekleed repetitie van je eerste nummer zien? Zeker. Dus voorlopig al, dankie en tot ziens. Meneer Marais? Ja? Hoe zal hier wees voor de Hendrik Susanne nummer? Uitstekend, dat is precies wat ons wil hebben. Wat denk jij, Hendrik? Ja, het is net wat ons nodig heeft. Kijk nou hier, Fanny. Die repetities zijn tot dusver uitstekend gevorderd. En ik heb het jou glad niet aangegaan, nie. Maar nu moet ik 2 nummers zijn. 1 voor die finale van die eerste bedrijf en 1 voor die groot finale. En hulle moet minneliederen wees. Maar je hebt genoeg stof daar voor 2 opvoerings. Je kan feitelijk enige van die nummers gebruiken voor je finale. Nee, ik kan niet. Hulle moet minneliederen wees. Wel, ik is baie jammer, maar dan weet ik niet wat ons gaan doen. Nie. Kijk net hoe leek ik al. Elke nacht zit ik wakker en wacht voor Ben om te dromen. Maar zijn roer aan holle grond is een malding om die klankdraadmachine aan te schakelen. Voor de afgelopen week heb ik geen uur geslapen. Ernst moet daar een schroef los wees. Ik denk Ben het te veel mooie nooiens gezien en hij deelt hem al vergeet van Rita. Maar het kan niet zo moeilijk wees om Ben verliefd te maken op enige mooie meisje niet. Enige aantrekkelijke meisje wat zal doen met ons afvraag. Morgen, Fanny. Morgen. Meneer Marais is een paar boodschappen, partij is dringend. Dank je, wacht net zo oomlikkie. Betty. Ja, meneer Marais? Betty, zij is net die nooi. Maar je kan haar niet vragen. Hoe kom niet? Ik zal hem ons extra betalen voor. Luister, Betty, ons is niet moeilijkheid en die hele opvoering gaan onderlei. Ach, oh Fanny, ik wil niet uitgaan. Ik wil liever bij die huis blijven slapen, man. Moet niet laf wees, man. Dat zou je goed doen. Je krijgt niet elke dag de kans om met een nooit Betty uit te gaan, nie. Je leidt heel dag hier bij die huis te slapen, terwijl anderen die leven geniet. Jij slaapt gans en al te veel. Jij zei het was oor 12 toen je thuis kwam. Dat is recht. En je hebt niks gehoord, nie. Niks wat ik kan onthouden, nie. Vadersnaam, nee. Jy kan nie die arme man op 2 meisies tegelijk verlief laat raak nie. Het hy nog nie genoeg gelei nie? Baie dankie vir 'n genotvolle aand. Ek het dit regtig waar baie geniet. Tot ziens. Kom, jy het so kom. Jy het die dekselse tyd weggeblei? Het moes nachts, hè. Maar het was nie nodig om 'n hele opzet af aan te maak nie. Jezus, Jankie! Weet jy, Betty is een gave nooi. Gaaf soos jy hulle kry.
Zij is buitengewoon intelligent. Zij is bekoorlijk. En zij is omtrent die mooiste nooi wat ik nog ooit gezien heb. Ja, zij is lieflijk. Je weet, ik begin nu al twijfel van wat die en hou ik die meeste. Betty of Rita? Oh, maar ik moet erkennen, dus moeilijk om voor Rita te kloppen. Zoals ik nooit aan jou gezegd, daar is nou een nooi van die eerste water. Zij is buitengewoon intelligent, zij is bekoorlijk en zij is omtrent die mooiste nooi wat ik nog ooit gezien heb. Nou, wat gaan nou aan? Eerst moet ik slapen, dan slaap ik te veel. Eerst zeg je Betty is wonderlijk, maar net zoals ik zeg ze is wonderlijk, dan zijn ze weer niet wonderlijk. Maar net zoals ik zeg Rita is wonderlijk, dan begint Betty weer wonderlijk te worden. Jij maakt mij weer mekaar, ik weet niet waar ik aan of af is niet. Zien je nou wat gebeuren als amateurs Peter met dingen waarvan hij niks al weet niet? Enige succes gestraft? Niks. Niks. Altijd niks. Al wat ik krijg is verskonings. Ik heb mijn best proberen. Maar daar moet toch iets wees wat ons kan doen? Zijn ons laat komen die meisie? Kan misschien helpen. Maar dit moet helpen. Het zal toch niet moeilijk wees voor hem om verliefd te raken op een meisie, hoe wie net die andere dag nog dol was, nee. Ik denk al wat hij nodig heeft is om voor Rita weer te zien. Maar wat gaan ons met haar doen als ze hier komt? Ze heeft nu wel een baie mooie stem, maar onze rolverdeling is vol. Ons druk haar ivers in die opvoeringen, of we zouden hier net lang genoeg tot ons gekregen wat ons wil hebben. Ons moet daar die twee nommers krijgen. Juffrouw Nodee? Ja, meneer? Stuur alsjeblieft een dringende telegram aan mejuffrouw Rita Botha, Bosfontein. Ontmoet mijn vader, meneer Lutz. Aangenaam, meneer Botha, juffrouw Botha, meneer Esther Els en meneer Gerrit Murray. Aangenaam, juffrouw. Leden kennen meneer Botha. Nou. Ik heb voor ons plek gereeld bij die Crescent Hotel. Ik denk we gaan zomaar dadelijk daarin. Ja, ik ga zelf. Jij komt samen met mij. Je kan niet vanavond gaan. Je zal net haar pa omkrappen. Maar wat dan? En buitendien moet je gaan slapen. Hoe kom? Ik is niet vaak, niet? Dat is niet dit, niet, man. Jij moet morgen op je beste lijk voor haar. Kom. Wel, ons zien elkaar zeker weer binnenkort. En wat bedoel je binnenkort? Ik is een boer en een bezige man. Ik heb niet zo baie tijd om te morsen als jullie stadsmensen, niet? Ik zie je morgenochtend. Zeker, zeker. Ik denk dat het kan gereeld worden. Fanny, hoe zal 12 uur jou pas? Hoe is ons prachtig pas? 12 uur zijn voet. Ik zie jou 9 uur morgenochtend. En nou, waar slaap ik? Ik ga direct hotel toe. Crescent Hotel en tel je me later over die club. Tot ziens, een lekker slaap. Ik kon al alweer raak geschieden dat jij mij niet gekeerd hebt, niet? Nee, die squat was te moeilijk voor een amateur. Van eten groen het je verscheen. Vreugde was daar nooit niet voor mij. Altijd het ik eenzaam gebleven. Van eten groen het je verscheen. Eenzaam het is verveen. Van eten groen zo schoon en loon. Van eten groen elke dag het ek naar jou gesmaakt.
al in vir jou is wonderlijk. Vanuit de droom bij mij de geluk. Nou vind ik mijn geluk. Elke iedere nou een nieuwe vrede bij mij. Vanuit een droom. Vanuit de droom. Om je. Vanuit een droom het je verscheen. Vanuit een droom zo schoon en rein. Eenzaam elke dag het ek na jou gesmaak. En alleen vir jou gewaak. Vanuit een droom kom jy na mij. Vanuit een droom bij mij te blij. Elke iedere nou een nieuwe vrede voor mij. Vanuit een droom. Vanuit een droom. Ek het jou mos gesê, dis al wat Ben nodig het. Net een kyk na haar en ons het 'n wonderlike nommer. 'N tweede blik vanmôre en ons het ons minnelied vir die groot finale. Hulle behoort nou enige oomblik hier te wees. Dis jammer sy het nie alleen gekom nie. In elk geval, laat die praatwerk aan my oor. Goed. Ja, juffrou. Meneer en mevrou Botha om u te spreek, meneer Marais. Laat hulle dadelik binnekom. Hier is hulle. Goeiemôre, juffrou. Goeiemôre. Goeiemôre, meneer. Môre. Goeiemôre, meneer Botha. Goeiemôre. Goeiemôre, juffrou. Wel, ek sien geen rede waarom die dame nie vir ons dadelik kan sing nie. Ja, hoe eerder ons weet waar ons staan, hoe beter. Hierdie stemtoetserij is 'n tydmors. Ons sal nie veel van die tyd in beslag neem nie, meneer Botha. Baie mooier as hy in Afrikaans. Dis pragtig. Dankie, juffrou. Dit was werklik mooi. Baie dankie. Wel, wanneer begin sy werk? Meneer Botha, u dogter het 'n baie goeie stem en ek sou haar baie graag wil gebruik. Maar ons sal 'n plek vir haar moet maak in die opvoering en sulke dinge moet gereël word. Dis bysaak daarie. Wanneer begin sy werk en hoeveel gaan jy haar betaal? Maar papi! U sien, meneer Botha, hierdie dingetjies neem daarom 'n bietjie tyd. Dit moet alles eers mooi uitgewerk word. Kom, kind. Ons loop. Hulle mors ons tyd.
En als jullie twee denken, ik ga mijn dochter in die stad laten bereiden terwijl jullie besluit, is jullie stapel gek. Bah. Bah. Nou. Ja, nou. Jouw idioot, waar je nou aangevangen? Nou had je twee van hulle verlief. Ik het rechtig niet gedink, je zult het zo ernstig opnemen niet. Jullie kon haar dadelijk die werk gegeven, al was het net om mij om wil. Haar pa zou dat niet weggenemen. Wat is het hier? Het is een klankdraadmachine. Ik gebruik het voor mijn composities. Het is een bijhandig instrumentje. Wat zoek het onder mijn bed? En waar is mijn klein koffertje? Maar luister, Benno, maar. Ik zei even, het is beter op hierdie manier. Denk je, ik versta niet die liefde niet? Denk je, ik kan ook niet die groot hartstocht voelen wat die groot minnaars van die wereld geïnspireerd heeft niet? Ik weet precies hoe jij voelt. Ons wat voor die liefde lei, kan saam voel en lei met die geskiedkundige minnaars. Hoe moest Antonius niet wachten op zijn Cleopatra niet? Op die ouwe en te vergeefs. Hoe moest Romeo niet sterven voor zijn Juliet niet? Hoe moest Napoleon niet oorlog wen om zijn Josephine te houden niet? Hoe moest Dante niet afgaan en die dieptes van die inferno doorsoek naar zijn Beatrix? Hij het gesoek en gesoek. Al het gelei, Benno, maar. Zo met ons ook maar lei. Ja, Fanny. Antonius en Cleopatra. Napoleon en Josephine. Napoleon moest voor. Napoleon moest voor. Beschikbare bomwerpers en alle beschikbare splijtvliegtuigen. Breng al die tanks in, en de hele artilleriemacht en 3 bataljon voetvolk. Ons moet hier die slag winnen. En moet mij niet weer lasten vallen tot jullie gewinnen. Hallo, geef mij die koninklijke paleis, Parijs. Hallo, geef mij Josephine. Hallo Josie, dat is jouw neppie hier. Moet niet bekomen wees in mijn schatland. Ik ben het gewoon mijn laatste slag. Tot ziens. Tata. Vrouw mensen. Napoleon, Napoleon. Ons moet trap. Alles is verloren. Die gevecht is verloren. Wellington het gewen. Ik heb dan nou net een boodschap gekregen per telefoon dat ons wen. Maar dat is onmogelijk, Napoleon. Die telefoon is nog niet uitgevind nie. Die gevecht is verloren. Dan is Josephine verloren. En dan is alles verloren. Waarin zal ons nu gaan? Kom samen met mij. Ik zie jou een kort pad wijs, Sint Helena toe. Dante zoek en zoek naar zijn Beatrix. 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 Rita. Ik moet zoek en zoek naar mijn Rita. Ik moet zoek en zoek naar mijn Rita. Mijn Rita. Kan jij beseffen dat al wat ons kort komt net een slotnummer is? Eén pikkie van een oud slotnummer kennen ons het volledige spel. Ik heb je gezegd, je kan een van de nummers gebruiken. Nee man, ik kan niet. Verstaan je dan niet? Het moet een minnelied wees. Ik moet een minnelied hè. Ik weet toch wat ik wil hè. Kijk. Ik heb voor jou allerlei nummers gekregen. Ik kan voor jou enige nummer op aarde krijgen. Ik kan voor jou enige nummer 6 voet onder de grond krijgen. Maar moet net niet voor mij een minnelied vragen. Nie. Dat kan niet gedoen worden. Dat moet gedoen worden. Alles is gereeld. Je kan ons hier nou in die steek laten, niet? Wie zei ik kan niet? Wat?
Jij kan niks verloren, nie. Je ziet je geld op je bladmuziek alleen terugkrijgen. Ik is nu moe en sad van hem te horen. Ik moet dit doen en ik moet dat doen. Ik geef niet om wat van je opvoering wordt, nie. Ik stap nu uit. Dat is mooi. Dat is prachtig. En laat die hele spanning niet steken, omdat die opvoering net recht is om te beginnen. En wat denk je gaan hulle doen? En wat denk jij gaan Ben doen? Jij weet ik het enige moeilijke ding gedoen om een minderlied te laten dromen. Zelfs Betty ook al gebruiken, dit het niet gehelpt. Natuurlijk het niet gehelpt, nee. Wat bedoel jij? Hoe kon zij haar werk met Ben doen als jij die hele tijd daar rondgedraaid? Ik is jammer om je lastig te vallen, meneer Marais, maar Ben ik nog niet bij die repetitie opgedaagd, nee. Dank je. En waar is Ben? Ik weet niet, ik heb hem nog niet vanmorgen gezien. Toen ik wakker word, was hij weg. Juffrouw Rodé? Ja, meneer? Kom alsjeblieft onmiddellijk binnen. Alles moet met mij gebeuren. Dit is nou voor jou een prachtige spulletje hierie. Kanselier alsjeblieft daar die opvoering en bel voor Ben als hij woonstel toe. Ik heb dit al gedaan. Bel die politie, die hospitalen, die dodenhuis, die kerkhof, bel oral als ons moet omkrijgen. Bovenop alles is die hoofdspeler van die spel nog vermis. Ik en Betty zal nou om gaan zoeken. Nee, jij gaat terug woonstel toe en schrijf daar die nummer. Goed of slecht, ons moet een slotnummer hè. Ik denk ik zal het nou kan schrijven. Ik denk ik het nou die nodige inspiratie. Ik denk ik weet waar je om kan krijgen. Waar? Op Bosfontein. Natuurlijk, hoe kom ik niet eerder aan gedacht nee? Kom Betty, ons gaan allemaal. Jij gaat terug woonstel toe en schrijf daar die nummer. Hallo. Het hij al teruggekomen? Haar pa zei ze bestudeert zang bij een of ander conservatorium, maar hij wou niet zijn waar niet. Hoe gaat het met die nummer? Wel, hou vol naar mij. Hallo, Jenny. Werk je hard? Waar de juist was jij? Ik zie je is bezig met een nieuwe nummer, hè? Ja, maar ik recht niks uit, nee. En die snaakse klein voorkje met die groot zwart oe je verlaat. Dat kan je weer zeggen. Waar de drommel loop jij rond? Ons het oorals naar je gezoek. Ik was bij Rita. Rita? Waar? Ik heb haar pa gesprek en hij heeft mij verteld ze is bij die conservatorium. En wie hiervan is, hebben zo gaaf tegenover mij. Mooi. Nou ja, kom ons gaan slapen. Maar ik zie vaak niet. Hoekom sê jy nie daai ding neer en slaap nie? Oh, daar kom het alweer. Ek wonder wat sê jy maak as ek aan slaaploosheid lê. Hoekom slaap jy nie? Jy lyk asof jy al 'n paar weke nie geslaap het nie. Dis reg, maar ek is nie die ster van die opvoering nie. Altijd in mijn dromen, eeuwig zoals die schone lente bloeisels komen gaan, zal ons liefdesdromen eeuwig staan. Is dit recht? Dat is de juiste kopie van hierdie rol, meneer. Woorden en al. Dankie. Baie dankie. Tot ziens. Tot ziens, meneer. Wel, ik heb mijn best gedaan om zelf een nummer te schrijven. En al wat Ben gedaan was om heel nacht naar Rita's portret te kijken. Jij beseft natuurlijk dat je ons in een verschrikkelijke benadering belandt, hè? Die opvoering begint binnenkort en ons nog één nummer kort. Een eenvoudige ou nummerkie. Goedemorgen, goedemorgen mensen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, wat wil jij, hè? Ik verstaan jullie korte nummer. En wat daarvan? Ik heet je. Dank die vader. Ik is ook zo verleerd hoor, nummer. Ik is gewillig om naar enige iets te kijken. Zelfs een van hem. Zelfs een van hem, hoor. Dat is een lieflijke nummer. Dat is beter als jullie gemors. Het slaat niet slecht, nee. Om je waarheid te zeggen, is goed. Ik weet. Ik moet het hebben, waar krijg je het? Ik heb het geschreven. Ik moet het hebben voor je opvoeding. Je is ons levensrecht, man. Jullie kan ik krijgen. Dank je. Op voorwaarde. Ja, dat Rita dit zingt. Alles moet met mij gebeuren. Zie je waarin je mij nou beland hebt? Nou dicteer dit voor mij. Kijk, ik wil die ding vernietigen en ik zal betalen daarvoor. Op voorwaarde dat Rita dit zingt. Wacht een beetje. Die rolverdeling is vol. Ons kan niet zomaar ter enige tijd iemand anders instoppen. Of zij zingt dit, of jij krijgt het niet.
Goed, Gerrie, dank. Ons moet nu weer reëlings tref. Juffrouw Nadee? Ja, meneer? Ik wil hij met voor mij die drukpers en meneer Hendrik Susan zo gauw mogelijk in de handen krijgen. En dan kom je binnen voor een telegram naar Bosfontein. Bosfontein? Ja, Bosfontein. Doe nou, Ben, man, ga nou op. Mijn schoonmoederkie houdt katten aan. Ze is al lang geplaagd met die man. Als ik dan s'avonds huiswaarts keer, dan lijkt het daar eens 20 meer. O, dis witkatte, muiskatte, swartkatte, bontkatte, alle soorte makkatte, breinkatte, huiskatte, geelkatte, grauwkatte, ronde katte, blauwe katte, miauw. Alle soorte katte het sy daar. My oud-tansine van Reineveld, sy is so rijk, sy rol in haar geld. Sy het mos toe een dam laat bouw, om baie visies in te hou. O, dis goudvisies, soutvisies, grijsvisies, witvisies, alle soorte snoepvisies, bakvisies, stoutvisies, groenvisies, rooivisies, lelike en mooi, hehe, visies. Alle soorte visies het sy daar. My skoonvaderkie kan honde teel. Die arme man is baie skeel. Hy dink hy teel een langskraal hond. Maar al sy teefies loop toe rond. O, dis brak honde, kwaai honde, groot honde, klein honde, alle soorte windhonde, bulhonde, taihonde, geel honde, grauw honde, fris honde en flauw honde. Dis is sonne. Alle soorte honde het die daar. En wurmpies is kleinboetse pret, dis al stop perkie wat hy nou het. Hy dink hy kweek een bal vol sy, maar net een bal vol kon hy kry. O, dis sywurms, leiwurms, haarwurms, maarwurms, alles word de sponswurms, donswurms, veewurms, oorwurms, erwurms, oorwurms en ook stert. Wurms. Alles word de wurms, het sy daar. Alles word de wurms, het sy daar. Baie mooi, Ben, baie mooi, baie mooi. Oh, man.
in mijn dromen, stil zo donker stromen, zal ik altijd denken aan jou. Altijd in mijn dromen denk aan jou. Mag die levensjaren niet te zwaren, mijn dromen. Ik heb je nog een keer geluk wens, dat is een uitstekende nummer daarin. Ik weet, je boer daar want uit. Wat is die grap? Je zin is eindelijk jouw nummer. Wat bedoel jij? Oh Fanny, je hebt geslapen. En toen je gedroomd, toen zing je hier die nummer. En ik heb het opgenomen op die klankmachine. Je hebt moest zeggen, zijn handige instrumentje. Is het? En dan wou lach jij. Waar denk jij dat ik al die andere nummers vandaan gekregen? Je bedoelt die snaakse klein voorkeur met die groot zwart oor? Ja. Is het? Asch, jezelf. Tot ziens, tot wederom. Ons zet tot ziens, tot.